Daar moeten we gewoon niet meer over discussiëren. Er zijn zoveel vrouwen met talent die rondlopen en uh, die echt iets willen doen. En die mensen hebben we nodig. Welkom in deze aflevering waarin we niemand minder dan Senna Salami te gast hebben. Senna is socioloog en communicatiestratege. Ze bouwde expertise op binnen het domein diversiteit en inclusie, waarbij voor haar inclusieve organisatiecultuur en inclusieve communicatie de belangrijkste topics zijn. Verder is ze enorm gepassioneerd door onderwijs en droomt ze ervan om hier structurele veranderingen op gang te kunnen brengen. Het gesprek tussen Bert en Senna meandert van krapte op de arbeidsmarkt naar de rol van het onderwijs en wat er van een overheid wordt verwacht naar positieve trends en bedrijven die het goede voorbeeld geven. Sanna, welkom. Juist. Yes. Um, want vandaag ben jij de gast in onze podcast. Um, we hebben... Het thema waar we het graag over willen hebben, is in brede zin diversiteit en inclusie yes. op de arbeidsmarkt. Um, er zijn een paar richtvragen mm -hmm. uh, waar we aan denken, waar je naar gekeken hebt, maar het gesprek kabbelt gewoon verder. Ja. Uh, afhankelijk van uh, wat je te vertellen hebt en wat ons treert. Um, maar om te beginnen is het altijd interessant om even te weten wie Sala is. Mm -hmm. yes. Ja, uh, yeah, uh, <laughs> het is altijd zo moeilijk hè, om mezelf te introduceren. Ik vind dat toch altijd moeilijk. Ook heb ik dat heel vaak gedaan, ja. ook tijdens trainingen en workshops geven. Maar uh, dus ja, mijn naam is Senna Senna Salami. Um, ik uh, ben uh, stratege, inclusiestratege. Uh, ja, ik ben stratege die zich voornamelijk bezighoudt met diversiteit en inclusie. Mm. Um, en ik begeleid daarin, want dat is natuurlijk een breed woord. Of voor veel mensen die altijd duidelijk, maar wat doe je dan eigenlijk? Dus ik begeleid voornamelijk bedrijven um, intern om veranderingen te maken als ze echt willen werken aan diversiteit en inclusie. Um, en dat kan gaan van um, het begeleiden van een one-on-one -on -one, uh, leidinggevende tot echt uh, een volledige structurele wijziging binnen het bedrijf. Waarin we echt gaan kijken van, kijk, we willen echt gaan voor diversiteit en inclusie... maar we weten niet zo goed wat... we weten niet zo goed waar we moeten beginnen... oké, okay, dan beginnen we echt bij de start. Terwijl bij andere bedrijven weer zoiets hebben van... kijk, we hebben al een traject uitgestippeld... we hebben al een diversiteitsbeleid... of we hebben een inclusiebeleid... maar we lopen toch ergens vast... of we botsen toch ergens tegenaan... we zien toch wel dat we to het toch ons niet lukt om verder te gaan... kan je ons daarmee helpen? Het lukt ons gewoon niet. Dus het hangt heel erg af van waar het bedrijf staat... maar het komt er wel echt op neer. Ik probeer echt wel... Bedrijven te begeleiden. En dat kan echt gaan van beleid uh, naar management, naar HR, uh, naar teams. Ja. Uh, zijn er vooral grotere bedrijven dan die je op het oog hebt of die je begeleidt? Op het oog niet per se. Ik, bij mij maakt het echt niet uit. Uh, maar je merkt wel, en dat is gewoon zo, daar moeten we ook heel eerlijk over zijn, dat afhankelijk van het budget uh, die een bedrijf heeft, um, wordt je al dan niet gecontacteerd. En dat wil niet zeggen dat ik. Uh, ik ik werk zowel met kleine bedrijven als echt wel grote multinationals. Maar evengoed met NGO's, met vc2's, met culturele instanties. Ja. Uh, en je merkt wel uh, dat binnen sommige sectoren... daar nu momenteel veel harder de vraag naar is dan bijvoorbeeld in andere. Voornamelijk nu met um, ja, de crisis waar we in zitten. Mm -hmm. En je merkt dat bedrijven nu minder... Of ik, ik, persoonlijk begin dat te merken dat je uh, bedrijven die al een traject voor ogen hebben daar toch wel al beginnen op te downsize, of daar iets minder um, de urgentie op gaan zetten, omdat ze zoiets hebben van we hebben nu wel even andere problemen aan ons hoofd. Okay. Dat merk ik persoonlijk. Ja. Um, doe je dat in? In ik ben zo... Ja. Of ook in Nederland, want. Je hebt een Nederlandse achtergrond ook. Dat klopt. Ja, ik doe dat uh, in Vlaanderen en in Nederland. Uh, en um, zolang ook de voertaal Engels is, <laughs> doe ik het ook in andere landen. Uh, Frans is echt niet een van mijn sterktes. Nee. Um, maar zeker, ik beperk me zeker niet alleen tot, tot Vlaanderen. Ja. Hoe ben je erbij gekomen om daar expert in te worden, strategie in te worden? Uh, Um, hoe ben ik daarbij gekomen? M mijn verhaal begint eigenlijk. Ik ben altijd wel iemand geweest. En um, voor mensen die mij kennen of die mijn verhaal eerder hebben gehoord, gaat dit wel herkenbaar zijn. Ik ben altijd wel iemand geweest die heel hard uh, impact wil, ernaast, wil nastreven en wilde nastreven. Um, en ik dacht toen ik net uh, afgestudeerd was aan de, aan de universiteit, dus na mijn doctoraat, dacht ik van oké, okay, ik kan impact creëren bij een overheidsinstantie. Dus daar ga ik beginnen. Dus daar ben ik van start gegaan en ik heb mijn werk daar heel graag gedaan. Ik heb daar heel veel geleerd, ik heb daar ook heel veel dingen gezien. Maar wat merken, Wat was mijn grootste struikelblok daar, was dat het allemaal een beetje traag ging. Dus allemaal via, het was heel bureaucratisch. Mm -hmm. En um, ik kan me erbij neerleggen dat sommige dingen wat langzamer gaan, maar soms denk ik van oké, okay, maar nu moeten we echt schakelen. Ja. En dat kon niet altijd. En dat begon op een gegeven moment een beetje aan mij te vreten. Ja. En um, dan heb ik eigenlijk beslist om hetzelfde wat ik dan meer op beleidsmatig uh, niveau aan het doen was. En daar ging het inderdaad voornamelijk over. We hadden het over. Ik heb voor de CRB gewerkt, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. En dat is een organisatie um, dat het sociaal overleg coördineert. Ja. Dus tussen de sociale partners. Dus aan de ene kant de werkgeversorganisaties en aan de andere kant de vakbonden. Uh, op federaal niveau, daar moeten we ook een onderscheid in maken. En we hadden het over loononderhandelingen, we hadden het over hoe kunnen we uh, minderheidsgroepen activeren op de arbeidsmarkt? Dus met thema's waar ik vandaag de dag ook mee bezig ben, daar waren we al mee bezig, maar toch nog naar mijn gevoel te veel vanuit de Ivoren Toren. Mm. En dan heb ik eigenlijk de switch gemaakt van kijk als ik echt wil verandering, als ik echt wil de kloof wil verkleinen en ik wil mijn steentje daaraan bijdragen tussen aan de ene kant en ik ga dat eventjes de minderheidsgroepen noemen. Um, de minderheidsgroepen en de bedrijven, dan nou moet ik dat niet hier doen. Want hier merk ik gewoon, het lukt mij. Het lukt mij niet. De impact die ik wil realiseren, lukt mij niet. En dan heb ik eigenlijk de switch gemaakt om eigenlijk naar de commerciële wereld te stappen. Um, en dan, dan werd ik gedaan met natuurlijk mijn background. Want ik had mijn rugzakje gevuld. We hadden onderzoek, we wisten het. En dan zeg ik van oké, okay, maar wat kunnen we nu doen? En dan echt met bedrijven in gesprek gegaan om te kijken van oké, okay, hoe pakken we dit nu eigenlijk aan? Hoe lang doe je dat nu al, voor um, de bedrijven? Sinds nu vijf jaar. En Heb je het gevoel, als je vijf jaar terugkijkt, dat je inderdaad meer impact hebt dan de periode dat je voor de overheid werkt? Um, ik ga zeggen, er is verandering. Um, en er is tussen 2018 en 2020 was er weinig verandering. Je merkte ook dat bedrijven zoiets hadden van... Ah, ja, wel leuk. Het is wel leuk om iets te doen. Uh, maar... Investeren in diversiteit en inclusie gaat verder dan enkel alleen we doen iets leuks, of we doen een leuke campagne, of we doen een leuk event. Um, investeren in diversiteit, diversiteit en inclusie is ook geen eenmalig ding. Maar je merkte dat in tussen die periode dat lang niet alle bedrijven inzagen dat het iets was van: kijk, we moeten dit serieus vastpakken, we moeten dit structureel vastpakken. En daar kwam toch wel enige verandering rond 2020, rond corona. En daarin zag je uh, dat toch wel wat bedrijven veel meer de weg naar mij vonden dan dat ik bij hen moest gaan aankloppen: van... hé hey, mannen uh, en vrouwen, uh, het is echt wel tijd voor verandering. En hoe verklaar je dat? Ik denk een van de redenen is voornamelijk ook de, de veranderingen en de zaken die ook gebeurden in Amerika, voornamelijk met de dood uh, van, op George Floyd. Daarin merkte je gewoon dat voornamelijk multinationals. Uh, Heel hard aan de buitenwereld wilde laten zien: van kijk, wij zijn niet zo en wij staan, wij zijn, wij zijn tegen die onrechtvaardigheid. En daar echt opeens zag je statements van grote bedrijven op, op, het, op social media verschijnen. En je merkte hoe je draait of keert. Je hoort ook heel vaak bij leidinggevende: ja, wij zijn Amerika niet. Maar je merkte toch wel, en voornamelijk bij grote bedrijven, dat dat ook hier begon te en Dat dat ook hier begon te bewegen. Um, dus je hebt, ik zeg altijd. Wij zitten niet meer in, of tenminste ik merk, maar ik moet daar ook wel mee oppassen. Wij zitten niet meer in, um, in een periode waarin we bedrijven moeten overtuigen van het belang van diversiteit en inclusie. Maar we zitten wel in een periode nog steeds waarin we bedrijven nog wel moeten, over, niet overtuigen, maar bewust moeten maken. Ik vind dat heel jammer, hè? Maar be, nog steeds bewust moeten maken van het feit van oké. Okay, uh, wat betekent dat nu eigenlijk? Want daar is ook zoiets van, ja maar wat is dat nu eigenlijk? En hoe pakken we daar eigenlijk aan? Mm. Daar, ik denk dat we daar nog eigenlijk zijn. En er zijn zeker wel een aantal bedrijven die iets verder zijn en die hier en daar wel acties hebben gevoerd. Uh, maar zijn we daar al? Dat denk ik nog niet. Nou, daar ik, kan ik alleen maar je zijn natuurlijk. Wellicht heeft in diezelfde periode. Nee, want dat was eigenlijk al voor de coronaperiode gestart. Dan heeft dat even corona een bijzondere periode gehad, maar nadien is dat vrij snel teruggekomen, de krapte op de arbeidsmarkt. Juist. En die heeft ongetwijfeld ook geholpen in ja, een uh, verschuiving bij heel wat werkgevers vanuit een, een noodgedwongen situatie mm -hmm. naar meer diversiteit incorporeren in het bedrijf. Mm -hmm. Dat is iets, hè. Je, uh, dat is de grote handvraag zeg ik altijd van binnen HR, van we vinden ze niet. Maar dan denk ik altijd, ja... Ik zeg ook altijd, als je, als je stelt je voor je bent een visser... en je bent aan het vissen um, en je vangt geen vis... dan blijf je ook niet de hele tijd op dezelfde plek vissen. Dan ga je ook op een gegeven moment zeggen van... oei, ik moet toch misschien wel mijn hengel of mijn visnet wel ergens hangen. En dat is ook iets wat bedrijven doen, hè. Of bedrijven hebben, bedrijven hebben heel lang, en sommige bedrijven nog steeds... blijven maar steeds vissen in dezelfde vijver, maar die vijver raakt op. En nu is het echt wel belangrijk om te gaan kijken van... oké, okay, maar waar kunnen we die talenten dan wel vinden? En het is niet omdat je dan op zoek gaat naar die talenten... dat, je, dat, je dan ook, dat die talenten ook gelijk gaan zijn. Want kennen die talenten jou? Als ze je kennen, hoe perciperen ze die dan als bedrijf als dat laten we gaan, een positieve of niet zo positief of twijfelachtig is van oké okay, wat doe je daar aan, aan wat doe je als bedrijf eraan om iets aan die perceptie te wijzigen uh, heb je bijvoorbeeld ambassadeurs uh, die met de mensen waar je op zoek naar bent die met hun in gesprek kunnen gaan en kunnen vertellen van hoe gaat dat nu eigenlijk bij ons uh, binnen onze organisatie als die stappen allemaal niet worden gedaan dan kan je niet verwachten van iemand die, die misschien nog nooit van je hebt gehoord, opeens bij, bij jou komt solliciteren. Ja, dus dat wil zeggen dat uh, als jij voor de bedrijven aan de slag gaat nu en je merkt dit soort uitspraken, we vinden ze niet, dan ga jij ze helpen. Hoe vinden we nu een nieuwe plek op de vijver? Ja. Spreken, en dan, andere vijver. ja, en dat, de, dat kan heel verschillend zijn. Hè? Soms kan het puur gewoon zijn van: oké, okay, maar we vinden ze niet oké. Okay. Kijkend naar bijvoorbeeld het, uh, het wervings- en selectietraject. Hmm. Hoe wordt dat aangepakt? Waar zien we bijvoorbeeld. Eén, um, laten we bij de start beginnen. Is daar al, als we gaan kijken naar de, kandidaat die zich, de mensen die zich kandidaat stellen, is daar al een maat van diversiteit in? Ja of nee? En dat, dat kunnen we achterhalen. Als dat er is, oké, okay, hoe wordt dan die selectie van CV's gedaan? Ja. Wat wordt er gedaan met de kandidaten die worden Contacteerd. worden zij bijvoorbeeld in de reservepool gehouden? Op welke manier worden ze gecontacteerd? En heel, heel eerlijk gaan kijken naar het traject van oké. Okay, maar waar zien we eigenlijk dat um, die trechter, die eerst heel vol is met heel veel sollicitaties, waar zien we dat er mogelijke biases zijn, mogelijke? Um, Beslissingen worden genomen waarop bijvoorbeeld uh, die diversiteit die aan het begin wel aanwezig was, steeds minder en minder wordt. Um, en ik probeer dat wel altijd op een heel objectieve manier in kaart te brengen om echt wel te zien van oké, okay, maar waar zit de challenge nu? Want ik kan wel heel hard roepen van ah ja, je moet wel inclusief gaan werven en selecteren. En je moet bijvoorbeeld je vacature inclusief maken. Maar als dat al is, en ze hebben nog steeds niet die diversiteit aan ah, mensen, hoe komt dat dan? Ja. Dus het is echt wel. Allereerst superbelangrijk om echt na te gaan van... maar oké, okay, waar zitten die uitdagingen dan? Waar zitten die problemen dan? Ja. Want er zijn tal van oplossingen. We weten al jarenlang roepen, roepen mensen... er bestaan tal van boeken uh, en zaken... Uh, waar, hoe je je wervingssysteem of je, je selectietraject... inclusief kan aanpakken. Maar dat is allemaal leuk en wel. Maar je moet wel gaan kijken van... oké, okay, maar hoe, het, hoe, wer, hoe zit dat nu echt bij ons? En waar zitten die uitdagingen, waar zitten die hiaten? Jij vertelde het net dat je um, na je studies nog een doctoraat gemaakt hebt, mm -hmm. um, ging dat al over dit thema, inclusie of diversiteit? Uh, dat ging over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Oké, okay, ook een moeiende. Ja. En uh, wat heb je daar onderzocht? Uh, wij hebben, ik heb daar vooral gekeken naar van oké, okay, uh, op basis van um, je onderwijs, dus op basis van wat je hebt gestudeerd en het diploma dat je hebt behaald. Vind je een job die bij jou past, dus bij je niveau, dus onderwijsniveau en studierichting? Dus indien niet, als je bijvoorbeeld op basis van je onderwijsniveau niet een job bent, dan noemen we dat verticale mismatch. Als je op basis van, dus als je eigenlijk iets anders gaat doen dan wat je werkelijk hebt gestudeerd, horizontale mismatch, als dat dan zo is, wat voor impact heeft dat dan op je arbeidsuitkomsten? En dat, dan hebben we hebben gekeken naar loon, arbeidstevredenheid en turnover. Dus dat was een heel interessant onderzoek en we hebben daar ook gekeken naar van oké okay, in hoeverre bepalen studi studiemotieven um, de kans dat je al dan niet verticaal voor is het met mismanagement, en in, welk, in hoeverre hebben dan indirect die studiemotieven ook impact op je arbeidsuitkomst. Studiemotieven. Ja. Hè, dus ga je een stap terug. Yes. Ja. En wat zijn de belangrijkste conclusies Goh, als je dat in in twee zinnen kan oh. zeggen. Dat hangt er eigenlijk heel hard van af. Maar uh, wat je wel zag, is wat bijvoorbeeld bij verticale overscholing, is dat mensen als ze overschold zijn, dat ze in een job terechtkomen waarin ze minder betaald voor zijn, vaak ook minder tevreden zijn met hun job. En bij de studie, dus studierichting, dus wanneer ze horizontaal gemismatcht waren, hangde dat ze er een beetje vanaf. Wilden er niet per se altijd zeggen ja, van dat ze uh, dat kan, ja, juist. Dat of ja, je wordt niet alleen, want we moeten ons ook rekening mee houden dat we niet alleen door het onderwijs geëduceerd worden. Um, en het kan inderdaad zo zijn dat door middel van je, de, je studies, maar je hebt de studie gedaan om verschillende redenen, maar dat je toch op een bepaalde manier intrinsiek gemotiveerd was door iets anders en waardoor je dan ergens anders terechtkomt. Ja. En daarin zagen we wel dat dat uit mijn hoofd nog, want dat is lang geleden... Uh, iets minder impact had op je loon en je arbeidsomkomsten dan bijvoorbeeld wanneer je overschoold was. Ja, en je zegt nu overschoold, maar eigenlijk betekent het eerder uh, ondergewaardeerd ingezet. Maar soms kiezen mensen ook zelfbewust voor, hè, bijvoorbeeld wanneer je pas afgestudeerd bent en voornamelijk wanneer jij onvoldoende ervaring hebt. Vaak zien mensen dat als opstapje. Ja. Ik ken bijvoorbeeld, niet alleen op basis van het onderzoek, maar ook in mijn eigen omgeving, ik ken heel veel mensen die bijvoorbeeld met een masterdiploma zijn afgestudeerd, de op zoek gaan naar een job, dan toch na een paar maanden bijvoorbeeld hun job niet vinden en dan toch er bewust voor kiezen om toch een job te kiezen waar bijvoorbeeld een bachelor voor wordt gevraagd en dan onder hun niveau gaan werken. Ja. Um, maar hetzelfde geldt, ik vind nog steeds vandaag de dag. Lang niet voor elk niveau wordt daarbij de juiste. Die, uh, nee, lang niet voor elke job wordt daarbij het juiste niveau aan gelinkt. Ja. Um, en dan blijkt je bijvoorbeeld voor een masterjob master zogezegd te solliciteren, maar dan blijkt dat helemaal niet no per se nodig te zijn. Dus ja. ik ben niet zo echt voorstander om puur en inkomen alleen altijd op uh, vlak van diploma te selecteren. Ja, er zijn ook voorbeelden van mensen die. Uh... Jobs op masterniveau, zo gezegd, uitvoeren en uh, geen masterdiploma. Voilà. Maar qua persoonlijkheid en ervaring en engagement, noem alles maar op. Precies. Wel de geknipte mensen. Zijn. Ja, precies. Dus dat is natuurlijk ook een beetje een toch redelijk achterhaald idee vaak. Het is misschien soms een goede ingang, maar we mogen het ook niet overroepen. Mm -hmm, dat klopt. Terwijl ons systeem natuurlijk altijd wel, wel zo in elkaar zit. Ja, ja. Als je nu kijkt, hè, even de uitstap maken naar um, het onderzoek en het project dat we zelf gedaan hebben gericht naar die langer opgeleide vrouwen met migratieachtergrond, mm -hmm. die dan toch een beetje een specifieke doelgroep zijn, um, zijn, geweest ook in ons onderzoek. Hoe kijk jij aan tegen voor die mensen, maar misschien moeten we het zelfs een beetje open trekken, um, mensen met migratieachtergrond, mm -hmm. dat we daar even op te houden um, als belangrijkste drempels voor hen om op een volwaardige manier in die arbeidsmarkt actief te zijn. Want in België lopen we nog altijd, eh, we zijn we slechtste leerlingen van de klas in Europa. Yes. Op dat vlak. Ja, ik denk een van de dingen en, uh, ja, één van, en ik ga het benoemen zoals het is: discriminatie op de werkvloer en discriminatie. Bij, ja, dat, ik ga niet zeggen dat alle bedrijven discrimineren. Dat zeg ik niet. Maar dat is dat is gewoon een, een, probleem. een probleem binnen uh, hier jammer genoeg in België. Dat is één. Is dat in België meer hoger dan in andere landen? denk jij? Uh, ik durf dat niet te zeggen. Ik ken alleen eigenlijk. Op basis. kan ba een beetje vergelijken met Nederland misschien. Voel je daar een verschil? Vlak van harde cijfers durf ik dat niet te zeggen. Of daar echt een verschil in is. Ik denk ook wel zeker dat er in Nederland. Ook echt wel discriminatie op de werkvloer is. Ook bij tijdens selectie. Wat ik wel weet. Nederland is gewoon een bijvoorbeeld. een enkele stap ervoor. In die zin bijvoorbeeld. Moslima's die een uh, hoofddoek dragen, hebben daar, naar mijn gevoel, toch iets meer kansen dan bijvoorbeeld hier. Mm. Als ik hier bijvoorbeeld kijk, ik geef ook les op Thomas Moore, en um, ik, heb ook, ik werk ook samen met een aantal onderwijsorganisaties, als ik hoor bijvoorbeeld de problemen die sommige meisjes ondervinden tijdens het zoeken van een stageplek, en vaak de, de, de reden krijgen van afwijzingen omdat zij een hoofddoek dragen, dan denk ik van, oké. Okay we hebben daar toch nog wel een probleem op. We hebben daar toch nog wel een aantal stappen die we moeten maken. En ik denk dat op dat vlak daar Nederland enkele stappen voor is. Dat is één. Um, maar dus discriminatie op de werkvloer. Ik denk ook het rugzakje, dat lang niet voor iedereen um, even hard gevuld is. Ik denk, kijk het naar netwerken. Het is niet omdat, als we bijvoorbeeld gaan kijken naar... Mensen die afgestudeerd zijn vanuit de universiteit of de hogeschool en je bent iemand met een migratieachtergrond, jouw rugzakje is op een andere manier gevuld dan iemand die wit is. Uh, en die bijvoorbeeld hoogopgeleide ouders is. Het feit dat we echt wel dat we voor die groepen um, meer de mogelijkheid moeten bieden om hun netwerken uit te kunnen breiden. Hoe doen we dat? Wat ik altijd wel interessant vind, is al heel vroeg hè? Heel vroeg bijvoorbeeld in de, als, als bedrijven langs gaan op scholen, kennis maken. Niet alleen op die jobmarkten aanwezig zijn. Maar echt vragen om je kennis te delen. Om praktijkkennis te delen. Om ook te delen aan studenten van maar oké, okay, ik doe ik heb jobtitel, zo, maar wat houdt dat precies in? Want ook daar, hè, lang niet iedereen hmm. weet wat ze uiteindelijk kunnen doen met hun diploma. En als jij ook niet de mensen in jouw netwerk hebt die jou iets meer kunnen vertellen over wat een bepaalde job inhoudt, dan weet je het ook niet. Dus ook daar hebben wij als bedrijven een verantwoordelijkheid om studenten daar mee te geven. Maar ook even voor docenten, maar ik denk ook bedrijven, hoe... Als ik, ik, heb nog, ik heb jaren geleden hadden wij een focusgroep gehouden voor een grote multinational. Voor, voor studenten die in een economische richting zaten. En ik had gevraagd... Van wat weten jullie nu van deze multinational? Dat zijn eigenlijk studenten die aan het einde van hun studies bij zo'n multinational niks zijn. Hmm. Ah, ik ken dat niet. En dan ik ging ik dat aan, maar dat is echt geen plek voor mij. Hmm. En dat zijn van die dingen waar we wel aan moeten werken. At maar ik vind het wel een goede suggestie dat je maakt. Um, laat bedrijven. Uh, haal ze naar de school. Want op de schoolbanken zit iedereen. Voilà. Als je al de selectie maakt van. Uh, je nodigt ze uit, kom maar eens daar ons bedrijf. Dan komt misschien maar de helft niet meer. Uh, dus dat is wel uh, en eigenlijk heel makkelijk. En een heel, ik denk ook een hele effectieve maatregel. Ik denk dat je op die manier echt wel um, studenten de mogelijkheid heeft, geeft om echt kennis te maken van: maar hoe zit dat nu werkelijk? Wat kan ik nu echt. En ik zeg niet, hè, want bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn eigen opleiding, toen ik nog studeerde, weet ik dat bijvoorbeeld. Uh, een McKenzie langs uh, langskwam en die dan kwam uitleggen van ja oké okay, je kan daar en je kan bij ons dit en, uh, maar niet, pers niet alleen zulke grote bedrijven hoeven langs te komen, mm -hmm. we hebben Vlaanderen is het land van KMO's ja, uh, tuurlijk op welke leeftijd zouden we die uh, die jongeren dan moeten bereiken? Ik denk echt het eerste, ik denk echt vanaf uh, als we puur en enkel gaan kijken naar bachelor, dan denk ik Echt vanaf het tweede jaar. Het eerste jaar, jonge studenten. Ik ga niet zeggen dat dat geldt voor iedereen, maar studenten zijn daar nog onvoldoende mee bezig. Ik ben nu heel ah. hard vanuit studenten aan het praten, omdat dat, ja, mm -hmm. maar... Dat zijn we dan ook niet vroeger? Ja, ook. Wij denken op dit moment na, we zouden heel graag willen starten, ook hier in Turnhout, met een, wat we noemen, weekendschool. Ja. Waar je... Kinderen het vijfde studiejaar, mm -hmm. zesde studiejaar, mm -hmm. eerst middelbaar gaan bereiken. Ja. Zodanig dat je op die leeftijd hen al in contact brengt met beroepen en eigenlijk op een bepaalde manieren toch ja, rolmodellen aanbiedt mm -hmm. die hen helpen om een verantwoorde keuze te maken voor hun secundaire opleiding en hun, hun uh, middelbare school. Ja. Want zien in het vijfde leerjaar, dat... ja, ja. Okay. tien jaar, hè. Ja. kinderen van tien jaar. Um, want waar hebben we in België veel last van? We kennen de cijfers in Nederland niet, maar in België is dat een toenemend probleem: van jongeren die in het secundair onderwijs uitstromen zonder diploma, ja. die vroegtijdig de school verlaten. Ja. En heel vaak heeft dat te maken met het feit dat ze gewoon niet de juiste studierichting gekozen ja. hebben die bij hen past. En dan zie je, als je nog wat terug gaat filmen, dat jongeren, kinderen uit meer kwetsbare milieus, ja. in de lagere school ook niet gestimuleerd worden om bepaalde studierichtingen te gaan kiezen voor de middelbare school, maar eigenlijk te gemakkelijk um, in, de, in wat we nu noemen de B-stroom te ja. echt komen in het onderwijs. En dat is zo jammer. Nou, ik ben het daar helemaal de... mee eens, hoor. Want zo vroeg, in, zeker, hè, ik ben, hoe eerder hoe beter. Hè, want dat bedoel ik ook daar straks met dat rugzakje. Hier, die we zien er ook, hè, en je kaart het aan, niet alleen een grote uitstroom, maar we zitten hier in België ook met een hele grote, nog een ander groot probleem, onderwijsongelijkheid. Hè. En ik denk inderdaad, als we aan die onderwijsongelijkheid willen werken, dan zijn initiatieven zoals zo'n weekend school heel erg belangrijk. Omdat je inderdaad op die manier opnieuw die rugzakjes vult van, je, van kinderen, van jonge kinderen, die dat anders niet meekrijgen of onvoldoende meekrijgen. Ja. Dus zeker voorstander. En dat is wat je bedoelt met onderwijsongelijkheid. Ja, ja. Niet iedereen heeft dezelfde kansen. Juist. Vanuit achtergrond, thuis, milieu. Dat, maar ook wat we zien we, wat weten we uit onderzoek. Jongeren met de migratie, of jongeren, kansarme jongeren, komen eerder in een B-stroom terecht. Krijgen, wanneer ze een A-, B- of C-attest krijgen, eerder de C-, eerder de, de C of de B-attest, dat watervalsysteem. Van we zien jongeren, jonge kindjes starten uh, in een A-stroom en naarmate uh, ze hun schoolcarrière vordert, dat ze uiteindelijk dan uh, in een BSO-richting zijn. Beland. Daar wil, wil ik niet mee zeggen dat een BSO-richting ja. per se bij de definitie slecht is. Hè? Al, ja. Alles behalve. Maar die, die, die want, die we hebben, voilà, want we hebben die mensen even goed nodig. Absoluut. Maar ik vind wel, je moet mensen de keuze geven en ook voldoende informatie geven om die juiste keuzes te maken. En als dat op een oneerlijke manier gebeurt of op een of als die beslissing wordt genomen op basis van bepaalde vooringenomenheden en daarom bepaalde studenten in bepaalde richtingen terechtkomen, dat is dan niet eerlijk. Mm -hmm. En dan verliezen we gewoon heel veel talent, dat we vandaag de dag al heel hard aan het verliezen zijn. Ja. En dan heb je inderdaad, wat krijg je? Je krijgt studenten die schoolmoe zijn, je krijgt studenten die echt zoiets hebben van, ofwel uh, ik ben hier eigenlijk veel te intelligent voor, maar die gaan hebben leren, en je zit dan in een soort visuele cirkel, en die studenten verlaten dan aan het einde van de rit uh, stoppen ja. met hun opleiding. Sanna, jij Jij bent als strateg aan de slag uh, en heel wat uh, bedrijven en organisaties aan het helpen. Wat is jouw droom? Mijn droom. Als je nu tien jaar verder kijkt, waar zou je dan van dromen? Mijn droom zou echt wel zijn dat het iedereen, de eerlijke, want ik wou zeggen eerst gelijken, maar dat is niet de eerlijke kansenkracht die hij of zelf hun verdienen. Mm. Dat zou mijn droom zijn. Ja, en dat is vandaag dus niet zo. Nee. En wat zou nu volgens jou de belangrijkste ingreep kunnen zijn om daar versnelling in te brengen? Ik denk, hè, en dat is iets wat je in Nederland wel veel meer ziet en in, in België iets minder, is de overheid speelt een hele belangrijke rol. Een hele belangrijke en ook een hele belangrijke voorbeeldrol. Uh, in die zin van: oké, okay, als er bijvoorbeeld um, discriminatie zich voordoet, is het nu op de binnen uh, de arbeidsmarkt of binnen de huurmarkt, dan dient de overheid daar harder voor op te treden. Nu lijkt het naar mijn gevoel van, ah ja, we gaan wel hier eens daar eens een steekproefje doen of we zullen wel daar wat praktijktestjes doen en dan zullen we wel kijken wat daaruit komt. Het is voor mij echt heel erg belangrijk dat een, dat een overheid daar echt een prominente rol in gaat nemen en echt heel duidelijk van wat kunnen we nu eigenlijk doen aan de structurele problemen die hier in België zijn. Uh, en zolang dat niet gebeurt... Ja, maar uh, dus... Uh, wat ik zou doen... Wat zou jij doen? Ja, er zijn een aantal dingen. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar bijvoorbeeld een, het hoofddoekverbod... ...dan mag van mij echt afgeschaft worden. Hmm. Dat is echt iets, zoiets waarvan ik denk van... ...we zitten in 2023, moeten we daar serieus nog over discussiëren? Moet ik serieus nog bewijzen over wat mijn capaciteiten allemaal zijn? En dan zeggen van, ah ja... Maar uh, omwille van je hoofddoek kan je functie X of X niet doen. Laten we daar gewoon, dat is al één ding. Want als we puur ook kijken naar bijvoorbeeld het onderwijs vandaag de dag. Daar, hoe je het draait of verkeerd, hoeveel vrouwen zijn wel niet afgestudeerd met een, uh, als, als leerkrachten? Die vandaag de dag ofwel aan de slag gaan, maar toch wel beslissen voor zichzelf, omdat ze niet anders kunnen, om een hoofddoek af te doen en dan aan les te geven. Ofwel er of toch wel voor kiezen om les te geven, maar dan bijvoorbeeld. En, en zonder de maar misschien, maar het, het vak uh, islam gaan geven. Omdat ze op die manier dan wel gewoon ja. zichzelf kunnen blijven zijn. Of gewoon vrouwen die er echt voor kiezen, die eigenlijk daar hebben gekozen. Echt dat, waarin zij ze hadden zoiets van: kijk, wij kunnen hier echt verandering teweeg brengen. En wij willen dat ook. Maar we kunnen niet volledig onszelf zijn binnen het onderwijs. Dus kiezen we ervoor ofwel om niet te werken ofwel voor een totaal andere functie. Dus als het iets is wat ik zou afschaffen, was het daar. Ja. 100%. Daar hoofddoekenverbod weg. En ik weet dat daar dit uh, waarschijnlijk een heel politiek geladen iets gaat zijn. Maar dat is één ding waar iets voor mij echt wel. Daar heb ik echt zoiets van. Daar moeten we gewoon niet meer over discussiëren. Nee. Er zijn zoveel vrouwen met talent die rondlopen. en uh, die echt iets willen doen. En die mensen hebben we nodig. Dat is één. Ja, dan twee. Ik had daar straks ik had gezegd van: kijk, het is echt wel belangrijk om. Ik ga niet zeggen met de harde hand, maar ik denk dat het echt wel belangrijk is, is dat de overheid een voortrekkersrol neemt. Een voortrekkersrol in die zin van hoe zou het, hoe moet het eigenlijk nu werkelijk? Bijvoorbeeld, en je hebt dat nu bijvoorbeeld gezien bij de, 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 de huidige regering, als van ja, kijk, er moet toch wel enige diversiteit zijn binnen de samenstelling van onze regering. Dat hebben ze gedaan. Uh, ik weet natuurlijk niet hoe dat allemaal intern werkt en wie nu, welt, welke postjes bekleedt. Uh, maar ik denk sowieso dat het belangrijk is, is dat niet alleen de overheid een voorbeeld laat zien van kijk hoe divers wij zijn, maar ook kijk hoe inclusief wij zijn. Mm -hmm. Kijk welke stappen wij nemen als leiders van ja. dit land om ervoor te zorgen dat elk individu kan floreren. Ja. Hm. En als overheidsinstantie heb je een bepaalde verantwoordelijkheid naar bedrijven, heb je een bepaalde verantwoordelijkheid naar de economie, naar, uh, naar het onderwijs. en... Dat is voor mij echt heel erg belangrijk... om daar concreet de uitdagingen die we hebben... is dat nu op de arbeidsmarkt of op uh, binnen het onderwijs... die uitdagingen ook werkelijk mee, mee samen aan te pakken. Ja. Jij geeft zelf les, zei je net. Ja, dat klopt. In welk vak doceren? Uh, psychologie, sociale psychologie. Okay. Psychologie en consumentenpsychologie. Voor welke studenten? Uh, communicatie- en -mark uh, marketingstudenten. Okay. En zowel in, binnen de internationale opleiding... Dus de Engelstalige opleiding, als ja, de Nederlandstalige ja, opleiding. Ja. En ik moet dan voornamelijk een link maken naar die studenten. om psychologische inzichten te linken aan hun vakgebied. Want heel vaak hebben studenten zoiets van. hoezo krijgen wij, marketingcommunicatie, communicatiestudenten, het vak psychologie. Maar ja. zij zien dan doorheen de studie ja, dat belangrijk. het superbelangrijk is om daarvan op de hoogte te zijn. Ja, ja inderdaad. En dus daarnaast doe jij uh, als. Uh, zelfstandige consultant, ja. um, strategiebegeleiding op ja. vlak van inclusie en diversiteit. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan bij verschillende organisaties en bedrijven binnenkomt, dat je daar ook regelmatig van je stoel valt als je ziet hoe dingen gebeuren vandaag. Ja. Uh, misschien ook gefrustreerd bent uh, over dingen die niet kunnen of niet mogen. Ik wil het eens omdraaien. Wanneer was de laatste keer dat je echt met een big smile. Uh, Buiten liep bij een klant uh, omdat je zo blij was van wat daar gebeurt, of aan het veranderen is. Of... Ik heb ooit, denk ik, vorig jaar heb ik een meeting gehad uh, met een klant en uh, die had mij gecontacteerd op, via, zijn, via zijn vrouw. Want ik had al een traject met, uh, met zijn vrouw bij een ander bedrijf lopen, en die had mij gecontacteerd en die zei van ja, kijk, uh, die had de prestatie voorbereid en die zei van dit is wat we willen doen. En die had heel duidelijk voor het komende jaar voor ogen van oké. Okay, die hadden een onderzoek gedaan, wat ik altijd zeg, weet waar je staat. Begin heel duidelijk, weet waar de uitdagingen zitten. Ga niet plik bijvoorbeeld een, een, een microagressietraining vragen aan iemand die een DIY-expert is. Als je niet weet of microagressie op je werkvloer voorkomt, jou ja of nee. Ja. Dus die wisten echt heel goed van oké, okay, dit zijn onze uitdagingen. Dit, we weten dat er een aantal grote uitdagingen zijn. En we gaan die aanpakken, maar we weten ook dat dat tijd voor nodig is. En die gaan we happen in een aantal uh, stukken. Dus we starten hiermee. En we willen uiteindelijk landen hiermee. En dan was naar mij de vraag. Ja, maar wat kun je doen? Ik zeg ja, maar als jullie dat allemaal al willen doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Jullie hebben al een heel duidelijk doel. Ik kan jullie wel vanuit mijn expertise trainingen geven. Maar jullie hebben al heel duidelijk een doel voor ogen. Zoals het ook. Wat ook niet alleen goed was. Van dat bedrijf was, ze hadden niet alleen een nulmeting gedaan, maar ze wilden na een jaar en telkens na een jaar opnieuw gaan kijken: van oké, okay, maar wat heeft er nu werkelijk gewerkt? Als we X hebben gedaan, bijvoorbeeld op vlak van werving, want werving was ook een, een van hun uitdagingen, als we X doen, en ik zeg nu maar wat, um, we willen onze vacature inclusiever maken. Oké, okay, is dat dan effectief geweest, ja of nee? Ja, ja. En dan willen ze echt een ander iets. En recent, ik heb me naar kandidaat gesteld. Als ook um, een onderwijsinstantie, ik ga daar uh, die willen een pilootproject opzetten. En met die pilootproject hopen zij, door middel van de zaken die ze uit het pilootproject, dan die dingen kunnen doortrekken naar de rest van de overheid, uh, onderwijsorganisatie. Ja. Dat zijn van die dingen waar ik alleen maar begin van te schitteren, want dan denk ik van oké. Okay. Mm -hmm. Want vaak zien bedrijven of mensen die daarmee bezig zijn, um, ja, door de, door het bos niet meer. Yeah. En dat snap ik, want het is gewoon veel. Maar het is wel even heel erg belangrijk... want ik heb ook heel vaak met organisaties gepraat... die, echt, die zeggen dan tegen mij... maar we zijn al jarenlang bezig. En dat klopt, hè. Die zijn jarenlang bezig. Maar we zien het niet. Maar omdat je inderdaad niet ziet... je doet hier eens een keer iets... je organiseert daar eens een evenementje... je houdt daar eens een keer een, een iftar... omdat er moslims bij je organisatie werken. Maar voor de rest... Je hebt een, een DIY manager in huis, maar omdat je die hebt, hebben heel vaak mensen het gevoel van, oké, okay, die zal dat wel oplossen, of misschien komen de problemen helemaal niet. Maar je doet, en als je dan echt wel voor jezelf in kaart brengt van, oké, okay, maar wat hebben we nu eigenlijk gedaan? Wat heeft er nu werkelijk gewerkt en wat niet? Probeer dat gewoon ook eerlijk te ja, bekijken en om dan te zien van, oké, okay, hoe kunnen we nu verder? Okay. En dat zijn van die dingen, als een bedrijf dat doet, dan ben ik super blij. superblij. Right. Ja, ja, en daar probeer je eens ook in te trainen. Voilà. Goed. Was er nog iets wat jij zeker kwijt wilde? Tot. Is er nog een dringende vraag die nee, Artemis op haar lippen heeft? Een dringende vraag: hoe kunnen mensen in bedrijven jou vinden? En hoe kunnen mensen in bedrijven mij vinden? Als ze mij willen contacteren, kunnen we altijd via LinkedIn contacteren. Je luisterde naar Let's Talk, de podcast waarin we de dialoog voeden rond inclusie op de arbeidsmarkt impactvolle initiatieven onder de aandacht brengen en minder geworden stemmen aan het woord laten. Was je geboeid? Zette dit gesprekje aan het denken? Ben je zelf graag één van onze volgende gasten? Laat het ons weten, volg ons op social media en abonneer je zeker op deze podcastreeks.